Want daarna ga ik jullie laten zien wat ik heb gehaald. Yo, kijkers van BeerMovie en welkom bij deze nieuwe vlog. En vandaag ga ik wat dingen ophalen. Ik heb namelijk wel wat besteld op Marktplaats. En ik moet eigenlijk een beetje snel wezen. Ik sta momenteel vlakbij een klasgenoot van huis. Omdat ik die even naar huis heb gebracht. Maar ik ga vandaag even ophalen en jullie zien zo direct wel wat dat is. Ik moet eerst nog eenmaal dit alles invoeren. En ga even dus de Garmin instellen. Dat is eigenlijk zo'n beetje wat dat ik vandaag wil gaan doen. Even kijken, waar was dat? Daar was dat. Die. En dan was het. Die. En. Die. Zo. Ik ga in elk geval iets ophalen. En daarna moet ik nog naar een adres toe. Dan ga ik even naar huis, even alles droppen. En dan ga ik mijn vader en moeder ophalen. Dus ja, ik zou zeggen, let's. De weg op, sla dan rechtsaf. Let's do this. Zo, deel 1 is binnen en ik moet voor deel 2 moet ik nog heel eventjes bellen dat ik er aankom. Ongeveer 20 minuutjes rijden op dit moment. Maar het eerste deel is nou voor binnen, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik zal jullie straks laten zien wat het is, maar ik heb nou gewoon eventjes geen tijd ervoor, om het zo maar simpel te zeggen. Even kijken, zo. Ik ga het zo nou even bellen, ik zet niet op luidspreker, maar geen. Het is nou voor iets. Hoi, mijn Stefan. Ik ben over 20 minuutjes ongeveer in Uden. Nee, ik heb nog geen huisnummer doorgekregen, nee. 9. Oké. Dan kom ik er nou zo snel mogelijk aan. Tot zo. Houdoe. Dus, we gaan nu richting Uden. Eigenlijk gaan we weer terug richting Uden. Want hey, ik kom ook vandaan en zo. Ik krijg er wel warm van eigenlijk en dat vind ik niet heel erg fijn. Ja, ik moet daar eigenlijk gewoon een jas uit doen. Eigenlijk valt het nog best wel eens mee met hoe lang dat ik mee bezig ben. Want het is nu net 3:45 en ik moet eigenlijk over een half uurtje naar Spap toe. Ik denk dat dat wel moet gaan lukken. Ik ga even drinken. Ik ben ook benieuwd hoe lang dat camera het nou nog uithoudt. Want die stond op 1 batterij. Maar dat merk je vanzelf wel. Ik ga in elk geval TomTom en zo instellen. Juiste adres, althans kom je nog nergens. En dan let's go naar de andere toe. Dat geeft aan dat ik er 16:28 ben. Dus ik denk dat ik er rond kwart over. Ja, niet kwart over. Ik denk 10:30 of zo dus al zijn. Het is 10:30 en 5:30 denk ik. Ik ga muziek aanzetten. Is copyrighted. Ik heb meteen heel eventjes de raam opengezet. Want het is heet hier. Alcohol. Zo, en in totaal heeft het me nou ongeveer 1 uur geduurd. Ik heb een beetje moeten haasten, maar het is gelukt. Wat ik heb gehaald, opgehaald in elk geval, laat ik jullie zo meteen zien, want ik ga nou snel nog eventjes wat drinken. Het is nou 5:30 bijna. En dat betekent eigenlijk dat ik nou tussen 9:30 en 10:30 moet ik eigenlijk aanrijden om mijn paal op te halen. Dus wat ga ik zo meteen doen? Mijn paal ophalen. Nou, wat een fantastische redenatie. Beredenering is het meer, maar. Het is lekker warm, jongens. En ik vond het best wel vreemd, want mensen keken me raar aan dat ik de ram op had staan, maar ik vond het echt warm. Ik vond het echt lekker warm. En ja, dat mag wel vaker gezegd worden, denk ik. Ik ga in elk geval snel mijn paal ophalen en ik zie jullie daarna wel weer. Want daarna ga ik jullie laten zien wat ik heb gehaald. Zo, daar zijn we dan weer. Het is inmiddels al een stukje later, een heel flink stukje later. Het is namelijk nou ongeveer zo'n 10 vraagt. En ja, het was eigenlijk een beetje druk om het zo maar te zeggen. Want ja, toen ik dus zeg maar naar mijn baan wilde rijden, hele hoop gedoe tussendoor geweest. Maar in elk geval, ik ben er weer. En jullie hebben alleen maar knipjes, dus dat maakt niet veel uit. Ik ga jullie in elk geval nou laten zien wat dat ik heb opgehaald vandaag. Om te beginnen met iets dat daar zo staat, dus ik ga het heel even pakken. En zoals dat jullie ook wel weten, en ik kan de camera er ook wel eventjes naartoe draaien als dat lukt. Kijk, zoals dat jullie ook al kunnen zien, ik ben enigszins fan van Suske en Wiske. Mocht daar überhaupt nog vragen over zijn, daar ben ik dus. En ik zal het zetten. Zo.
En vandaag heb ik mijn eerste dingen opgehaald. En het eerste ding wat ik heb opgehaald is dit. Het is een 60 centimeter groot cardboard. Oh, staat ook echt achterop, staat het erbij. Een toonbank silhouet van Suske en Wiske. Dus die ga ik zo meteen mooi even daar zo neerzetten. Ik weet nog niet precies waar en hoe. Maar daar komen we vanzelf wel achter, denk ik. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee, want nu heb ik gewoon echt zo'n ding. Het is niet, zeg maar, niet mijn lengte of zo. Het is een 60 centimeter groot ding. En die ga ik zo meteen even uitpakken en dan zet ik hem daarbij. En dan gaan we snel verder naar het volgende. Niet dat dat niet belangrijk is of zo, maar ik wil gewoon eventjes wat sneller doorheen gaan. Want de volgende is net iets meer. Net iets meer. Ik had namelijk gedacht dat ik één zo'n ding zou krijgen, één zo'n beeldje. Maar ja, in ieder geval, het is niet echt een beeldje, het is meer een spaarpot of zoiets. Maar ik heb er daadwerkelijk 3 gekregen. En ik vind het helemaal niet erg om dat te krijgen. Maar laten we maar snel beginnen met wat dat uiteindelijk is. En ik zal jullie ook wel even laten zien. Het ziet er best wel mooi uit zoals dat het is ingepakt. Kijk, zo is het dus ingepakt. Ik vind het echt mooi ingepakt. Dus dikke props naar degene die dat heeft gedaan. En we beginnen met onze grote held, Jeromeke. Zoals dat je ook kunt zien, het is dus echt een spaarpot. En dit is deel 1 ervan. Deze stond trouwens ook bij de advertentie op Marktplaats. Maar ja, ik had niet verwacht dat ik er nog meer zou krijgen. Ik ga er zeker met volle liefde tegenaan. En zoals dat je ook, zoals dat ik nou zelf ook heb ontdekt. Het is inderdaad spaarpot, want dit ding kun je onderuit weghalen. Maar ik ga er waarschijnlijk niet zoveel in doen. Tenzij dat het echt moet, omdat hij dan wat beter vaststaat. Maar ik vind het echt een heel erg tof ding. Ik ga er zeker heel veel plezier aan hebben. Ik ga hem erbij zetten en ik ga er regelmatig naar kijken. En dat is in ieder geval Jeromeke, onze grote spierbundel. Dan hebben wij ook nog de lange, heel erg lange, Tante Sidonia. Zoals dat je ook kan zien, dit is inderdaad een beetje raar. Maar het is wel heel erg vet. Sidonia als een lange peer. En ja, je ziet er ook echt smart. Dat is toch geweldig om te zien. Ja. Heel erg tof. Die gaat er dus ook bij. En ja, het is ook beter van een spaarpot. Maar het zijn ze allemaal. Dus, Sidonia. Ik vind het wel een beetje raar hoe dat ze kijkt. Maar dat heb ik wel bij meerdere personen. Mm-hmm. En natuurlijk kunnen de hoofdrolspelers, ofwel Suske en Wiske, en natuurlijk Schennelijke niet ontbreken. En die zitten op, wat is het eigenlijk? What the fuck moet dit voorstellen? Wauw. Zeg maar in de comments wat dat jullie hiervan vinden. Wat dat jullie denken dat dit is. Het is meer een appel met een peer of zo. Zeg maar gewoon de andere twee gecombineerd. Dat kan natuurlijk ook dat gewoon zo is. Maar we hebben natuurlijk Suske, Wiske en Schanulke. Dus die ga ik er zo meteen even bijzetten. En dat cardboard ding ook. En ik lijk misschien niet heel erg blij, maar ik ben echt blij dat ik dit binnen heb. Er komen waarschijnlijk deze week nog meer spullen aan, maar ja, dat merk ik jullie vanzelf wel een keer. Want ik ga waarschijnlijk vaker zo'n overzichtje laten zien van mijn collectie ervan. En waarom doe ik dat? Om eigenlijk te laten zien van het wordt steeds meer uitgebreid. Waarom doe ik dat? Omdat ik het gewoon heel erg tof vind. Ik vind Suske en Wiske heel erg tof en daar gaat het uiteindelijk om. Ik ga ze er in ieder geval bij zetten, net als een cardboard ding. Ik ga er trouwens eerst deze er even bij zetten. Ik ga hem eerst namelijk even uitpakken. En dan gaan we hem zo openmaken. Even kijken. Oh ja, onderkant is ook Suske en Wiske. Mocht je dat willen weten. Ik weet niet hoe dat het precies moet ofzo, maar ik heb het tot nu toe zo. En ik wil me eigenlijk ook niet verder afbreken ofzo. Maar ik denk gewoon dat ik hem er zo tegenaan ga zetten. Aanschouw. Aanschouw. Zo, dat is beter. Ja, dan moet je ook nog maar weten waar dat je hem wil neerzetten. Ik heb echt zo'n gevoel van binnenkort moet ik echt een hele aparte kamer voor in. Ik heb gewoon te veel spellen.
En nou deze doen erbij zetten. Ik viel me trouwens ook pas op dat ik deze ook nog had. Een fucking Suske MSK Strip-Hits cassettebandje. Dat was het nou voor vandaag. Ja, zoals jullie ook wel zien, het is flink op bijgevuld. Mocht jullie trouwens willen weten wat dat ik allemaal heb, dus dat ik eventjes alles afga, dan laat het zeker weten hieronder in de comments achter. Misschien dat ik er gewoon een extra video dus voor op maandag over maak. En dan check ik jullie de volgende keer weer terug. In ieder geval, tot dan en hou. Doei.